Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Het is eindelijk zover. Na 4 maanden is onze nieuwe voordeur binnengekomen. Maar dan moeten we eerst die oude voordeur eruit slopen. Dat ga ik jullie laten zien. Nou, waar ik eerst mee ga beginnen is hier het glas weghalen. Dus ik heb even handschoentjes aangedaan. Dit zijn zelf altijd heerlijke handschoenen. Deze gebruik ik voor het klimmen. Hier zit Kevlar in verweven. En je hebt je vingertoppen vrij. Dus dan kan je nog wel iets vastpakken. En hier zie je dus een van de eerste punten. Dit is specie. Van de buitenkant die gaat naar de binnenkant toe. Dus deze wordt koud. Dan krijg je dus een koude brug naar de binnenkant. En hier loopt dus vloerverwarming. Waardoor het extra energie kost om de woning warm te krijgen. Door die koude bruggen. Dus die koude bruggen die ga ik weghalen. De kozijn ga ik weghalen. Dan ga ik de spouw laten weghalen. En dan ga ik kijken of er misschien hier aan de onderkant in de spouw valspecie ligt. Dus het is nog een klusje. Maar het is wel leuk om te doen.
Nou, en zo ziet de spouw er dus uit. Dus hierboven zie je spouwlood zitten. Dat ga ik weghalen. En dan ga ik een nieuwe latij aanbrengen. En eventueel nieuw spouwlood. Hier zie je dus nog wat stukken isolatie zitten. Nou, dit is gewoon specie wat op het binnenblad zit. Dus dit zijn allemaal koude bruggen. Die ga ik weghalen. En dit is dus de fundering. Dus opgemetseld. Ga ik allemaal weghalen. Hier komt een hardstenen dorpel vanaf de fundering tot en met de onderkant van de deur. En hier tussen ga ik isolatie maken.